Ja, er zijn periodes dat het zo helder is. En nu zit ik al een week of anderhalf weer in een soort totaal andere sfeer, zeg maar. Waarbij gewoon onophoudelijke onrust is. De drive is er niet om echt te gaan kijken hoe de dingen zitten, want het stuitert alle kanten op, zeg maar. Wat ik wel zie, dat noem ik dan maar verbetering, is dat ik in ieder geval zie dat iets groter is dan dat. Dat kan ik ook niet meer ontkennen, maar het contrast is zo heftig of zo. Dan lees ik het en dan herken ik het gewoon niet. Gewoon theoretisch, zeg maar. Zonder dat het dan ook zo is. Dan weet ik dat het zo is, maar dan... En dat vind ik eigenlijk best wel pijnlijk of zo, deze sfeer. Ja, meestal. Ja. Dat is een hele interessante fase. Ja. Ja. Eigenlijk is... Het voelt me alsof ik het soort van moet uitzitten of zo. Maar dan denk ik, ja, is dat misschien een beetje te makkelijk of zo. Maar dat het echt gewoon gaan kijken of dingen... Het lijkt niet te lukken of zo. Je kunt gewoon jezelf constant op de feiten blijven wijzen. Alles wat je me nu beschrijft, ja, is een waarneming. Ja. Het stuit tot alle kanten op. Dat is een beschrijving van een emotionele waarneming. Oké, cool. Ja. Dus die waarnemendheid, om het maar even zo te noemen, die is er gewoon. Ja. En dan kunnen we ons vervolgens afvragen, dat zijn of die waarnemendheid, is die al onder de indruk? Nee, gaat ook niet worden. Dus dat is heel irritant voor dat zogenaamde ego-mechanisme, die de hele tijd de aandacht daarvan af wil hebben. Weet je wel, dus die creëert een hele hoop promotie. Maar strikt genomen, het is alleen maar een lichtshow. Het gaat nergens over. Voordat die aanval, zeg maar, aan kon zetten, ben ik al. Als die op zijn toppunt is, ben ik nog steeds. Als die weer vertrokken is, ben ik nog steeds. En er is niks gebeurd. Nothing really happens. Dus wat we kunnen doen, is een suggestie, is ons gewoon stelselmatig op de feiten blijven wijzen. En vroeg of laat dringt dat zo door, ja, dat het gewoon het verhaaltje klaar is. En dan komt er misschien nog iets emotioneel, mentaals opzetten. Maar dan, ja, god, je neemt dat dan waar, net als er een vlieg door de kamer heen gaat, weet je wel. Who gives a fuck? Ja, want dat is dan de realiteit in wat ik dan voorafgaand aan dit stuk, zeg maar, ook merk. Wat er ook gebeurt, weet je wel. Het is, ja. Cool, dus je krijgt gewoon de twee kanten heel duidelijk te zien. En we leren vaak door frictie en contrast. Ja. En meestal langzaam. Ja, en ik vraag me ook af van, wat is het dan, wat ik dan zou willen, die niet bestaande, ik noem het dan maar even, die wil gewoon eigenlijk dat het altijd helder is en altijd duidelijk, maar ja, die dat wordt ook waargenomen. Dus het ja, is een exact, soort, exact. Dus, een soort gat of zo. Hier heel goed oppassen, die zogenaamde ego die niet bestaat. Ja. Maar goed, we gebruiken dat woord maar even. Die probeert eigenlijk te gaan claimen wat de werkelijkheid is. Dus die gaat daar eisen aan stellen. Daarom zei ik in het begin al van, wij denken dat het gaat om het effect op de body-mind. Dat mijn geest daardoor altijd helder is en mijn hartje altijd vol liefde en mijn lichaam lekker ontspannen. Ja, en dat het altijd gezien wordt dat het is zoals het is. Ja, zo, weet je wel? Door de mind. Ja, ja, ja. Maar het gaat erom, gewaarzijn ziet dit. Ja. Die mind wordt gezien. Snap je? Dus de mind, wat ook geen ding is, maar die probeert zich toe te eigenen wat de werkelijkheid is. Maar dat gaat nooit gebeuren. Nee. Mind is niks anders dan gedachten en gevoel. Dus dat zijn allemaal waarnemingen. Nou, die zijn wat ze zijn. Net zo, met net zoveel helderheid wordt chaos waargenomen als ontspanning. Strikt genomen is het voor gewaarzijn wat je wezenlijk bent, geen enkel verschil. Het water ligt er rustig bij, het water maakt hoge golven. In beide gevallen oceaan. So what? Maar het ego roept, ja maar het moet altijd zus en zo. Maar als we even opletten, we hebben nog nooit een gevoel gehad wat permanent is. Gevoelens hebben een begin, midden en eind. Daar is niks mis mee. En zo proberen heel veel mensen op allerlei levels de waarheid, als het ware, of dat wat is, te gaan beoordelen vanuit een relatief level. En dat de waarheid zou moeten voldoen aan mijn voorkeurtjes. Dat ik altijd vriendelijk ben. Ik ben meestal helemaal niet vriendelijk, ik ben gewoon een vervelende kerel.
Ja, gewaarzijn heeft er geen enkele moeite mee. Mijn vriendin ook steeds Mendel. En plotseling, of gaandeweg, zijn we uit dat hele spelletje en maakt het gewoon niet meer uit of de geest rustig is, of vriendelijk, of onrustig, of druk, of kalm, of... Want ja, het zijn allemaal maar waarnemingen. Een tv maakt het ook maar weinig uit wat erop afgespeeld wordt. Dan wordt het niet een andere tv door. Oorlogsfilm, natuurfilm. Aan, uit. Maakt die tv dan wel uit. Dus altijd, het ego kenmerkt zich door een aantal dingen. Een van de dingetjes is, en dat is heel simpel, hij wil het altijd anders hebben dan het is. Het is echt briljant. En hij kent eigenlijk maar twee teksten, ja maar en toch. Vrouwen halve zinnetjes beginnen daarmee. Ja, dat is wel zo, maar... Ik wou het toch graag anders hebben dan het is. Ja, doe je best. Je zei het over mind, emoties, lichamelijke sensaties. Kun je daar iets meer over zeggen? Nou ja, er zijn maar eigenlijk drie categorieën waarnemingen. Emoties en gevoelens, mentale ervaringen, dus gedachten en beelden, en fysieke sensaties. Meer heb je niet. Nou, het kan leuk zijn dat het tot je doordringt dat er niet meer is dan dat wat je kan waarnemen. Die fysieke sensaties die zeggen dan ook heel weinig? Voor gewaarzijn niks. Ze komen op en ze gaan. Net als alle andere sensaties, begin, midden, eind. Voor, tijdens en na die fysieke sensatie ben jij. Dus geen enkele fysieke sensatie is essentieel voor wat jij bent. Geen enkele fysieke of emotionele of mentale sensatie heeft ook maar enig effect op wat jij bent. Desondanks lopen de meeste mensen de hele dag die dingen te manipuleren, omdat ze dit wel willen en dat niet, en het moet ze voelen. En constant in onwetendheid van wat ze werkelijk zijn en in conflict met wat zich aandient. En dan roepen ze ook nog dat ze wereldvrede willen. Fighting all the time. Nou, zelfonderzoek heeft zeg maar twee pootjes. Het pootje wat het meest gebruikt wordt is een soort spiritueel, therapeutisch, psychologisch gedoe. Waarbij we alle emotionele, fysieke en mentale sensaties serieus kunnen gaan nemen, uit elkaar kunnen pluizen, wat heeft het te betekenen, waar komt het vandaan, oh ja, toen ik 4 was, dit en dat, en of een vorig leven van mij wat erbij halen, of andere dimensies. Maar allemaal oorzaak en gevolg, en we zoeken een verklaring voor waarom we zo'n sukkel zijn. Even vriendelijk gezegd. Werkelijk zelfonderzoek, zoals ik al zei, gaat erom om te ontdekken wat waar is. En dan hebben we dus eigenlijk bar weinig meer aan het psychologisch interpreteren van sensaties. Van waarom doet mijn knie nu alweer zeer? Het gaat erom om eigenlijk alle sensaties te gebruiken om te ontdekken wat jij bent. Als er een gedachte opkomt, bewijst het eigenlijk maar één ding. Bewustzijn is er. Het bewijst niet dat die gedachte juist of onjuist is. En je kunt heel makkelijk zien als een gedachte opkomt en weer verdwijnt, dat dat zien gewoon onaangetast blijft. Het vindt niks van een mooie of een slechte gedachte. Mooi of slecht aan zich is al een gedachte. Gewaarzijn vindt niks. Het vindt ook niks van emotionele bewegingen. Een gevoel van liefde is net zo welkom en wordt net zo makkelijk weer losgelaten als een gevoel van haat. It doesn't care. It doesn't change. Dus op dat level van zelfonderzoek kan iedere sensatie gebruikt worden om steeds weer in te zien van wow, ik ben, wat er ook gebeurt. Ik ben helemaal niet afhankelijk van omstandigheden of wat er op body-mind level allemaal plaatsvindt. Dat is iets heel anders. En dan gaat het dus niet meer om mij beter te voelen, maar om te realiseren wat ik ben. Wat voor effect dat dan vervolgens zal hebben op die body-mind is eigenlijk niet relevant.
Want dat zijn wel weer waarnemingen die misschien prettiger lijken, maar ja, voor wie?